Yo Nintendo fans! Welkom bij deze Let's Play van Super Mario Odyssey, waarin ik in iedere video een wereld doe. In de tussentijd geef ik tips hoe je deze game zo snel mogelijk uit kan spelen. Ik ben geen speedrunner, maar je krijgt wel speedrunner tips. Vandaag zijn we in het watervalrijk. En ons Cappy is nog een beetje hyper door die stroomkabel van de vorige aflevering. Maar goed, ergens moet hier een oud luchtschip zijn en we gaan het zoeken. Ja, we gaan de Odyssey zoeken. Als je het tof vindt dat we dit avontuur alsnog uit gaan spelen hier op dit YouTube kanaal, doe een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's op je beeldscherm. Dat zou ik super tof vinden. En als eerste moeten wij natuurlijk deze guy overnemen. Hoppa. En dan... boei! Je zag al dat ik mijn Cappy even liet hangen in de lucht. Zodat die Chainchomp er tegenaan kon gaan. Kijk, dat kan je zo doen. En dan op een gegeven moment dan gaat hij er tegenaan. En dan kan je dus heel makkelijk de Chainchomp overnemen. Super handig. Dat kan je ook doen strakjes bij de bazin, bovenin. Anyways, hier is onze allereerste moon in the game. Ja, de eerste maan. Hype. En dan drukken we op deze switch en dan is het gewoon... hatsaflatsy. Knallen we dit ding naar beneden. En dan ontvouwt zich het watervalrijk met daarboven de volgende soort van Queen Broodle. Het is geen echte Broodle volgens mij, want deze chick is niet op dat schip. We hebben een energiemaan en deze maan zit vol energie. En hiermee is het luchtschip vast weer aan de praat te krijgen. Heb je wel eens zo'n maan gezien? Nou nee, vriendje. Heb ik nog nooit gezien. Maar we gaan naar de dinosaurus. We gaan een dinosaurus laten vliegen, jongens. Daar heb ik super veel zin in. Daar is hij. Dit is precies wat we zoeken. Hij ziet er wel wat gehavend uit. En het is ook een erg oud model. Maar hij doet het vast nog gewoon. We moeten hem laten bewegen. En we moeten Cappy op de wereldbol gooien. Let's go. Hatsaflats. En we hebben één maantje nu te pakken. En we hebben er volgens mij hier nog 4 nodig. Dan gaan we nu hier naar boven. Hatsaflatsy. Zo, lekker. Want ik heb deze dinosaurus nodig. Misschien wel het meest epische moment in Mario Odyssey is dit moment dat je dit beest overneemt. Het is insane. Hieronder zit ergens een bouncing platform. Dat is hier volgens mij. En je moet hem daar volgens mij precies met zijn linkervoet op laten komen. En dan kan je zo wat. En dan kan je... hoppakee, gelijk zo. Op naar boven springen. Super episch. Vliegende dinosaurussen. En je zit dan gelijk bij de boss battle. Zodat je niet heel dat stuk omhoog hoeft te klimmen. Wat doen jullie hier? Wat wilden jullie willen? Een of ander oud luchtschip repareren? Zoiets belachelijks heb ik nog nooit gehoord. Als jullie maar niet denken dat ik jullie mijn manen ga geven. Je hoeft ze niet te geven. Ik pak ze wel gewoon van je af. Hoppakee. Dan kunnen we Cappy laten vliegen. En overnemen die handel. En we gaan weg, jongen. We gaan weg. Hatsaflatsy. Nice. Oké. Waar is die? Hij is. Daar. Auw. Oké, dit ging mis. Ik had hem natuurlijk al lang moeten raken nu. Want dan had ik hem al over kunnen nemen. Ja, kom maar. Lekker. Je moet hem eigenlijk dus gewoon in één keer in het begin al raken. Zo, nu zeg maar. Je zou nu al je capje moeten gooien. Op het moment dat je nu deze op je bakkes krijgt, dan even een klein beetje wegrennen zo. Zo, en dan kan je hem nu raken. Heb ik weer niet gedaan, potverdorie. Raak hem! Neem hem over! Lekker! En... Oké, maar ze is nu echt boos, hè. Ze is nu echt boos. Dus nu moeten we echt even heel snel maken dat we wegkomen. Bim! Ja hoor! Op, dat is echt met recht op je bakkes. Even een gouden change-up op je bakkes. Bim! Ja, zo hebben we gewoon al gelijk 3 manen te pakken. Super chill. Super nice. Binnen de kortste keren, omdat we even gewoon lekker een dinosaurus laten vliegen naar boven. Heel cool. Volgens mij hebben de makers van de game dit wel expres gedaan. Want waarom zouden anders zo'n bouncing platform zetten? Lekker gedaan, Mario. En ja, dan zijn we weer beneden. Gelukt, we hebben een multimaan. Deze maan heeft de energie van maar liefst 3 manen. En hiermee moeten we toch zeker het schip kunnen laten vliegen. Nee, jongen, we hebben nog meer nodig. Dus eigenlijk wil je nu gewoon daar naartoe. Dat doen ze volgens mij altijd met een triple jump. 2, 3. En dan zo Cappy gooien. En dan zo nog een keer Cappy gooien. Ja, en dan ben je gewoon gelijk hier. En dan heb je, hoppakee, voldoende manen om de Odyssey aan de praat te krijgen. Technisch gezien zou ik de video nu dus al af kunnen sluiten. Maar goed, laten we nog wat meer maantjes pakken. Want daarachter helemaal in het begin zit er ook nog één. Yay, nice. Ik vind deze jumps zo nice. Let's go. Hoe heten deze enemies eigenlijk? Wat zijn dat voor enemies? Hoppakee. Boven het bedolven wrak. Wat, ligt hier een wrak? Oh, dit is een wrak van een maanschip of zo.
Ah, was hier onder water ook niet een maan? Hier ergens achter de waterval? Oh nee, hier waren muntjes en een schilderij. Hieronder in het water zijn nog meer van die muntjes. Als we hier ons capje opgooien, verschijnt er ook weer een maantje. We kunnen nu dus capje niet gebruiken bij het springen. Dus we moeten nu wel even gewoon heel chill aandoen. Waarom spring ik? Ik kan gewoon zo lopen. Pak hem! Lekker. Race tegen de klok nummer 1. Nou, en wat een race was het. Hieronder zitten nog wat van die rode muntjes. Hey, ik ben gewoon voor een kist gevallen. Oké, random maantje in een kist. Ik ging net stiekem dood. Toen kwam ik bij mijn checkpoint en toen viel ik weer naar beneden. En nu ben ik gewoon voor een maan beland. Episch. Maar als je deze game dus uit wil spelen, dan is het eerste wat je onder de knie moet krijgen deze double jump. Dus je springt in de lucht, gooit je cappy, duikt er naartoe en doet dat gewoon nog een keer. En als je nou nog hoger wil komen, dan begin je met een ground pound. Spring je omhoog, gooi je cappy en gebruik je ook wall jumps. Nou, dat is iets dat heb ik nog lang niet gemasterd. Yo, mag ik jou lenen? Dankjewel. Ik wil jou namelijk even hierop bouncen, want daar zit ook een maan in. Woehoe. Nice. Dus even kijken, zat er hier wat voor bij die grote rotsen? Volgens mij niet, hè? Maar daar zat nog wel wat. Als ik mezelf rechtstreeks hierop lanceer. Oh, dat waren alleen muntjes? Oké, dan ben ik weg. Later. Dit soort muntjes kan je ook altijd pakken door gewoon je cappy erop te gooien. Als je tenminste recht gooit. Laten we even de camera draaien. Zo, hoppa. Als we dan een stukje verder lopen, komen we hier bij een buis. Ik weet niet meer wat hier nou precies de bedoeling was. Eens even kijken. Hallo? Moet ik eerst deze overnemen? En moet ik die dan daar tegenaan bouncen? Was dat de bedoeling? Dat was de bedoeling, hè? In een speedrun kom je nooit in dit soort levels. Want dit soort levels duren gewoon echt veel te lang. Oké, de volgende. Deze moet met een beetje effect. Zo, denk ik. Ja, nice. Door naar de volgende ruimte. Hier moeten we een dubbele bounce doen. Eens even kijken hoe deze moet. Moet dit gewoon zo? En dan... Ja, lekker. Nog een ruimte. Ah, maar daar is een maan. Ja hoor. Dankjewel. Chain Chomp Billiard. Dit vind ik ook zo gaaf aan Mario Odyssey. Hè? Die stukjes dat er gewoon een 2D level doorheen zit. Ik vind het echt super leuk gedaan. En de muziek die verandert dan ook een klein beetje in 2D. Of 8-bit muziek van de Nintendo van vroeger. Volgens mij zat hier ook een maan verstopt, toch? Ja, als we hier de hoek om gaan. Inderdaad. Hoppakee. Onze eerste 8-bit maan. Gaan we hieruit om hier even de checkpoint te pakken. En normaal gesproken, als je dus niet met die dinosaurus jezelf omhoog launcht, dan zou je dit dus allemaal op deze manier moeten doen. En dat kost echt serieus best wel veel tijd. Dus vandaar dat je gewoon die Tyrannosaurus Rex naar boven wil lanceren. Hotseflotsie. Zat daar nou nog wat? Achter die kop van die Triceratops? Dit is trouwens wel echt vet gemaakt. Ik vind dit echt heel cool. Kijk dan. I'm the king of the world. Kijk dan. Dit blijft er toch vet uitzien. Deze Triceratops schedel. Ik vind dit echt heel cool. Wat is trouwens jullie favoriete dinosaurus? Is jullie favoriete dinosaurus de Tyrannosaurus Rex? Of de Triceratops? Of een andere dinosaurus? Ik vond sowieso vroeger altijd deze Triceratops echt super episch. Hoe komt die trouwens hier terecht, jongen? Bovenop deze cliff. Hoe ben jij hier helemaal gekomen, vriend? Hey, daar staat Toadbaas. Zie hem daar chillen. Kom, we gaan even naar Toadbaas. Oh, wacht. Eerst even een speed challenge. Let's go. Let's do this. Go, Toadje. Ik bedoel Mariootje. Toad mag het ook doen hoor. Als Toad hier goed in is, mag Toad het ook doen voor mij. Moet ik via hier? Probably not. Ja, ik had hem nog net door de triple jump. Lekker. Oh, daar is ook nog een maan. Laten we die dan ook nog maar even pakken. Ik dacht dat dat gewoon één recht platform was. Oké, jongens, speedrun tactieken. Hoppakee, rollen. Oh, nee, niet bouncen. Rollen. Als een rollade. Oké, wacht. Chillen. Nu moeten we dit goed doen, Mario. Nu moeten we dit goed doen. Het is niet zo moeilijk. Het is zelfs heel makkelijk. Lekker. Over de zwevende eilanden gaan wij naar deze paarse blokjes en weilanden. Vol met schapen en koeien die in de wei staan te loeien. En als ze naar de wc moeten, dan gaan ze sproeien. Oké. Laat maar. Eens even kijken of we hier naartoe kunnen. Tootje! Hop. Lekker, Mario. Zo, heb je slaap, jongen? Moet je naar bed of zo? What up?
Ik reis de wereld rond op zoek naar energiemanen. En er zijn hier zoveel fossielen. Ik kan wel een gat in de lucht springen. Maar ja, ik heb trouwens een maan gevonden. Iets voor jou? Zeker wel, Toadbaasje. Dankjewel. Hé, ik zie daar nog een geheime deur. Daar wil ik ook naartoe. Hallo, deur. Wilt u even open gaan? Hey, ga je mee? Ga weg! Opzouten. Dat wil ik helemaal niet, vriend. Oei! Oké, we gaan hier naartoe. Dan hierop. Ja? Kunnen we nog naar boven? Is hierboven nog iets? Of zou hier niks zijn? Is hierboven nog wat? Ja! Ja! En dan? Geen idee of dit de bedoeling was. Ik ga hier naartoe en hier naartoe. Ja, lekker. Door deze buis. Dan hierop. 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 Ik denk maar gewoon hier naartoe. Hier beneden zit ook nog een maan trouwens. Wacht even, kom ik daar gewoon als ik door die buis heen ga dan? Of ben ik er dan uit? Ik denk dat ik er dan uit ben. Laat ik eerst deze even pakken. We gaan even terug, we gaan even terug. Ik wil even beneden kijken, jongens. Wat nou als ik hierop ga? Kunnen we dan gewoon helemaal naar beneden? Nee, dat ziet er niet naar uit dat dit moet, inderdaad. Oh, wacht, kijk, daar kunnen we doorheen. Ik zie hem al. We moeten terug. Hier naartoe? Kan ik hier... Ja, ik moet hier naar beneden. En dan hier naartoe. Ja, lekker. En dan moet ik hier... Ja, oké. Wil je even naar beneden... Oh, wacht even. Ik wil hem naar beneden laten komen. Ik kan hier niet walljumpen. Oh, kijk. Nu komt hij naar beneden. Nice. What up, man? What up? Spring op zijn hoofd. Hots. Lekker. Rennen. Springen. Nice. Ik kan hier nog wel boven langs doen, volgens mij. Helemaal naar boven. Springen we nu hierop. Hierop. En dan... Oké, dit moet sneller, jongens. Dit moet sneller. Misschien moet ik even wachten. En dan... Ja? Ja? Ja! Oké, is hier iets? Ah, kijk. Hier zijn nog wat van die paarse dingen. Nice. Maar volgens mij heb ik alle moons in deze kingdom. Tenminste, alle moons die je op dit moment kan pakken. Want op het moment dat je de game uitspeelt, kan je nog meer moons pakken. Maar nu kan je ze dus nog niet allemaal pakken. Misschien heb ik ze ook nog niet allemaal. Ik weet het niet. Maar ik wou jullie in ieder geval wat maantjes laten zien, zodat de video niet na 3 minuten al klaar is. Let's go! Kijk hoeveel moonsies ik heb, jongen. Deze had ik lang niet allemaal nodig. En als je het snel wil uitspelen, dan heb je dus hier maar volgens mij 5 manen voor nodig. Dus alleen die 3 van boven, de allereerste. En die ene na die triple jump die ik jullie in het begin liet zien. Let's go, we hebben de Odyssey gemaakt. Ja. Doet hij het weer? Hij ziet er in ieder geval een stuk mooier uit nu. Ja, we kunnen weer vliegen. En zoals ik al zei, doen we in iedere video dus 1 koninkrijk. En we kunnen nu naar het woestijnrijk. Wil je dat zien en vind je dit leuk? Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En oh ja, als je denkt, waarom doe je dit nu pas? Dat komt dus omdat toen Super Mario Odyssey uitkwam, mijn save game en mijn recordings kapot gingen. Dus toen heb ik hem nooit uitgespeeld. Dat gaan we nu wel doen. Later. Oh nee. Ik zeg nooit later. Mazzel! Yo, dankjewel Piet. Dat is inderdaad wat we hier altijd zeggen. Mag ik een mazzel in de comments? Zo weet ik namelijk precies wie er tot het einde toe gekeken heeft. Mazzel!